nou, hoofdgebouw. En denk je, hè, is hij weer terug? Nee, hij is nog niet weg. Hij gaat nu weg. Ik zie hem toevallig, Roland, maat. Ja, waarom deze keus? Ja, het is niet. Het is gewoon. Natuurlijk, ik kom niet aan spelen toe bij ADO. En dan ga je natuurlijk verder kijken. Ik denk dat dit. Qua alles, ik denk het totaalplaatje. Dat ik juist de keuze heb gemaakt. En natuurlijk is het allemaal afwachten achteraf. Of het allemaal goed is gaan. Maar ik heb gewoon. Met mijn volle verstand de keuze gemaakt. En daar sta ik gewoon achter. En ik denk dat het goed is voor mij om gewoon een nieuw avontuur aan te gaan. En ik ben er zeker niet bang voor. Ik kijk er heel erg naar uit. En dat is hoe ik erin sta op dit moment. Ik sprak van de week een paar supporters. En toen zei ik, het is toch Bouten, is een van onze beste spelers weg. En veel supporters die zeggen dan tegen me, ja, van zonder hem hadden we gedegradeerd. Ja, dat heb je weer heel mooi verwoord. Ja. Eerste seizoen toen ik hier kwam was het natuurlijk begin een beetje wennen voor mij. Alleen ik denk dat ik na de winterstop, het klinkt misschien arrogant, maar in mijn eentje ADO in de Eredivisie heb gehouden. Waar ik natuurlijk trots op ben. Ik bedoel, dit is natuurlijk mijn werk. En het tweede seizoen is tot nu toe mijn beste seizoen geweest ooit. Ja. En met 9 goals en 8 assists was ik natuurlijk samen met Kramer. We waren heel bepalend, ook voor Lijfsbout. En was je captain? Was ik overigens ook nog aanvoerder, waar ik ook trots op ben geweest. En een hele eer vond. En mijn derde jaar was natuurlijk niet. Was natuurlijk minder. Maar goed, aan de ene kant, ik heb ook gemengde gevoelens. Voor mijn gevoel zat er meer in. Had ik op meer waardering gerekend. Ook, gehoopt ook. Ook gehoopt, ook van de staf. Helemaal naar wat ik heb gepresteerd, zeg maar, de afgelopen jaren. Alleen dat natuurlijk iedereen heeft zijn keuze. Iedereen maakt fouten. En dat was hun issue. Het was aan mij om het tegendeel te bewijzen. Maar goed, nu januari aanbrak, was het gewoon best voor mij om weg te gaan. En nu heb ik voor 2 jaar getekend. Ja, Amerika. Dus natuurlijk, kijk, ik weet hoe je gewoon bent. Je bent ook een beetje ijdel. Je ziet er altijd goed gekleed uit. Je haartjes moeten tip-top zitten. Amerika is wel zo'n land ook, hè? Ja, zeker. Natuurlijk, wat ik net al zeg, totaalplaatje wat daar wat me aantrok, was gewoon niet normaal. Als je ziet hoe alles wordt alles is zo professioneel. Complex tot aan hotel, tot aan stad is goed, eten is fantastisch, noem maar op. Ik denk dat ik het daar zeker niet vervelend ga hebben. Nee. Ik denk dat het een grote stap is natuurlijk, want je gaat van Europa, je bent je dingen gewend die je eigenlijk elke dag doet, is daar totaal anders. Dus hier en daar zal ik wel moeten wennen natuurlijk, maar ik kijk er zeker naar uit en ik heb gewoon zin om te starten. Je kijkt niet vervelend terug naar ADO? Nee, is wat ik zeg. Ik heb het natuurlijk naar mijn zin gehad. Het waren fantastische jaren. Supporters waren geweldig. Ik heb geweldige mensen gekend. Ik heb geweldige mensen gekend. En het enige wat mij nu nog dwars zit is dat ik op meer waardering had gerekend. Ja. En dat ik de laatste jaren zeker vaker aan spelen toe zou komen. Maar goed, het is gebeurd en je kan het niet meer terugdraaien. En Ik wens ADO alle goeds. Supporters, team, spelers, de club, de mensen hier. Ik hoop dat ze echt Europees voetbal halen. En met de selectie die ze nu hebben, kan het zeker. En, je blijft ons volgen. Ja, ik blijf jullie zeker volgen. En, ik denk dat ik. In Nederland is dit wel mijn mooiste club tot nu toe geweest. En waar ik een mooi jaar heb gekend. En daar ben ik trots op. En, maar goed, het is. Het is voorbij. Het is voorbij. En, Nieuwe episode. Nieuw boek. Ja, dat zeker. Ik hoop dat je onwijs veel plezier gaat krijgen, maat. En succes. Ja, dank je. Ja? En ja. Top dat je bij ons was. Yes, en altijd tijd voor het ADO-journaal had. Nou, heb ik toch even met hem gepraat. Ik zag hem ineens razendsnel, dus dan tokken wij even met hem. Dit was het ADO-journaal, hè? Lappen.